Net zag je hoe je wespen van het lijf kunt houden, maar dat zijn niet de enige dieren waar je last van kunt krijgen deze zomer. De bruine rat rukt op en wordt steeds vaker gezien in woonwijken en tuinen. En dat is bepaald niet zonder gevaar. Slapen is gewoon lastig, want ja, het is niet binnen zijn gekomen. Als die kleintjes zouden vallen, ze krijgen een hondje. Nou, die ratten hebben ziektes bij. 1 en 1 is 2. Dus daar ben je bang voor. Priscilla woont in een rustig buurtje aan de rand van het Brabantse Sprangkapelle. Vorig jaar ziet ze opeens een bruine rat in haar. Voor de eerste keer zijn ontdekt, waardoor we ook ontlasting zagen van de ratten. Daar liggen keutels en nestelplekken van karton, wat ze meenemen in de rollen. De woningbouwvereniging laat een rattenvanger komen. Probleem lijkt snel onder controle. Maar vanaf februari zijn ze er weer. Met meer. Onder dit gaatje, daar komen ze door naar binnen. Allemaal weg moeten gooien omdat ze besmet waren met urine en met keutels. Dus zoals frietpan alles is, heb ik weg moeten gooien voor de ratten. Je hele tuin ziet er verzakt. Onder de tegels door om te nestelen, waardoor dat alle rattengangen ontstaan, waardoor dat alle tegels ook gaan zakken. Kijk, haal gewoon een steen weg en je ziet hier de gaten zitten. Dus ze gaan gewoon echt dwars door de grond heen. Daar zit een hele grote gaten, waardoor dat ze eigenlijk bij de buurman in de schuur uitkomen en zich daar ook verder gaan nestelen. En de ratten zijn inmiddels ook bij buurman Chris gesignaleerd. Dat is gisteren al geen kies. Zo, dat, niet eens dat is een nest. Kijk maar hard, dat is een nest. Andere tegel wel. Maar het is ook gewoon, waar je ook kijkt, je komt ze tegen die gangen. Ik had een zaklamp bij omdat ik hier gelicht heb. Ik schuin naar de grond, er komt in een keer rat om me afgesprongen die naar me toesprongen. Vanaf 8 uur moet je eigenlijk je ramen en deuren overal sluiten, omdat vanaf dat moment de ratten beginnen te lopen. En de kans dat ze naar binnen komen is dan natuurlijk heel groot. Dus alles. Er komen steeds meer bruine ratten voor. Het aantal meldingen wordt niet centraal bijgehouden. Uit eigen onderzoek in een aantal grote steden, door het NTR-TV-programma De Kennis van Nu, blijkt dat het aantal rattenmeldingen de laatste 4 jaar met 90% is toegenomen. Een deel van die ratten is besmet met de ziekte van Weil, een ernstige besmettelijke infectieziekte. Jasper Kooijman heeft een bedrijf in ongediertebestrijding. De bruine rat neemt toe in Nederland, dat zien we. Het is van groot belang dat er snel wordt begonnen met het aanvang van een bestrijding. Zodra de overlast gemeld wordt, bij welke instantie dan ook, de opdracht wordt verstrekt, moeten we daar niet te lang mee wachten. Nee, want een rat krijgt 7 tot 12 jongen per keer. En als je er niet op tijd bij bent, heb je dus snel te maken met een plaag. Wij gingen op pad met een rattenvanger. Ik zeg, we gaan eerst beginnen met alle schalmogelijkheden wegnemen. Een stukje zeil kan er zijn, een stukje vuilniszak, een stukje karton waar ze achter kunnen zitten. Mensen bewaren tegels, zetten ze tegen een muur aan en dan krijg je een schal. Je ziet hier dat ze het karton eraf knabbelen en dan gaan ze als nestmateriaal gebruiken. Als je dan verder gaat kijken, dan zul je het karton ergens anders terug kunnen vinden. Rattenvanger Carlo probeert sinds 1,5 week de rattenplaag in de buurt onder controle te krijgen. Dan loop ik door de tuin heen. Toen ben ik in de tuin gelopen. En toen ben ik naar de sporen gaan zoeken. En dan zie je dat hier onder andere een behoorlijke rattenpijp hier in de grond zit. Een behoorlijke rattenpijp zit hier in de grond. Wat is een rattenpijp? Een rattenpijp is een plek waar de ratten in thuis blijven. Ze kunnen daar proberen binnen te komen in de muren. Via spouwraten kunnen ze de spouwmuur inkomen. Daar waar mijn bijkeuken heb ik een regenpijp die naar binnen gaat. En er zit een gat rechts. En hij denkt dat ze zo mijn fundering kunt. De plafonds zijn verlaagd hier, een soort getrappel hoorde ik. En ik dacht eerst dat mijn katten het waren, maar die lagen gewoon op de stoelen. En toen ging ik in de bijkeuken en toen hoorde ik via het plafond door de kamel gelopen. Maar dan weet ik niet of het een muisje was of een rat was. Maar Carlo zei dat misschien makkelijk een rat geweest kan zijn. Die door mijn fundering omhoog gaat. Volgens de wet mag buitenshuis geen rattengif worden gebruikt. Kooitje kun je gebruiken, je kunt klemmen gebruiken. En je kunt met fret fretteren, dat kun je ook doen. En dan zijn er heel eind de mogelijkheden al op, tegenwoordige tijd. Dus het is moeilijk bestrijden. En daar heb ik kisten neergezet. Dus die heb ik onder in de stijker hier bijvoorbeeld eentje staan. Ik zal er eentje openmaken. Nou, en dan als de rat erin zit, dan gaat de klem af. Zo hebben we ongeveer. En het begon eigenlijk al 1,5 uur nadat ik weg was, belde de bewoonster al op. Er zit al een behoorlijke jongen in de klem. En dat was ook echt een behoorlijke jongen, dus het was meteen raak.
Er zijn zeker 3 families geweest, want ik heb de soort ratten ook langs elkaar neergelegd. En dan kun je gewoon zien dat worpjes zijn. Is ook bij de buurman aan de gang. Je ziet ook hier, als je dan deze deur dicht gaat, zie je de pootjes eigenlijk lopen van de ratten. En dan zie je ook het gangetje. En wat je kunt maken als weren. Kijk, hier schieten de ratten onderdoor binnen. Een rat die heeft maar 2x2 nodig. Dus dat is zo. Wat je zou kunnen doen is een borstelstrip op de deur maken en daarmee weren dat de ratten niet meer in de schuur komen. Hier ook een stukje staart slepen, zie je er tussendoor lopen. En dan gaan ze hier, ja, hier kunnen ze ook overal onder natuurlijk. Priscilla en Patrick laten hun zoontje Bart niet buiten spelen. Ja, door de uitwerpsel van de urine van de ratten die op de tegels kunnen, daardoor mogen ze ook niet naar buiten. Maar hier liggen nog gewoon keuteltjes. Ja, daar zou ik niet willen dat kinderen in kunnen spelen. Dat is natuurlijk niet wenselijk. Ik heb een zoontje van 2, die doet allemaal denken dat het snoepjes zijn. Probeer het op te eten als een keer buiten is en dan schiet achter me langs weg. En dat wil ik ook niet. Carlo heeft vandaag alle vallen gecheckt. En die Nou, we gaan verhuizen. Ik heb hier mijn fretje meegebracht. Dat zijn hulpmiddeltjes, die kunnen we ook inzetten tegenwoordige tijd. Om te kijken of er nog ratten zitten. Dat is Pietje en dat is Joke. De fretten worden en die wordt dan weer opgevangen in een kooi. Ik heb een fretje, die zet ik in het pijpje zo. En dan laat ik hem heen doen. Ik zet het pijpje ervoor. En dan kijk ik even of hij erin wil gaan of niet. Nou, niet in het kooitje. Nou, we kunnen verder kruipen, want ooit is een pijp kort en dan kan hij niet verder. Hij is wel zoekende. Helaas, geen koekenbakker thuis, zeggen we dan. De eerste poging. Kijk, er is je weer. En door daarmee zet hij ook natuurlijk de lucht af. En denkt die ratten van, hé, hey, er zit hier iemand op ons jaar. Hier gaan we niet wonen. Hier gaan we verhuizen. Dus ook als hij hem niet vangt, is het toch preventief goed? Kijk, hij brengt nog wat nestmateriaal mee naar boven. Bij buurman Chris ging vandaag een rat de spouwmuur. Voor de fret is hij te klein. En voor een rat is hij nog wel goed. Hoe heeft het zo uit de hand kunnen lopen? Van een paar ratten in 2016 tot een plaag nu? Dat is niet helemaal duidelijk. Het kan zijn dat de ratten van de boer achter de huizen op losliggende spullen in de tuin... ...maanden en daarna is het eigenlijk gewoon nu de ergste hoogste piek die er nu is... ...dat er toch niet weg is gegaan. Priscilla heeft persoonlijke problemen... ...waarvoor ze begeleiding en advies krijgt van de Amarant-groep. Ja, het is wel opgepakt, want ik denk persoonlijk dat het onderschat is geweest. Zeker ook omdat alles opgeruimd is hier in de buurt en de wintermaanden zijn gekomen. Maar ja, nu in 2017 lijkt het toch erger te zijn geworden. Ja, meerdere malen meldingen gemaakt, zowel telefonisch als daar werd tevergeefs niet op gereageerd. En nu zijn we zover dat ze 2 weken geleden dat ik de GGD heb gebeld die de gemeente heeft ingeschakeld. Of via de gemeente is nou iemand die ratten vangt. Formeel is Priscilla zelf verantwoordelijk voor de bestrijding van de ratten. Woningbouwvereniging Cassade legt het uit. Ja, de bestrijding van ongedierte, van ratten, is de verantwoordelijkheid van de huurder. Tenzij of de bestrijding alleen complexmatig kan plaatsvinden. Wij hebben met de bewoners afgesproken dat als er ratten geconstateerd worden in de buurt, dat dat gemeld zou worden bij de gemeente Waalwijk. Wij trekken samen op met de gemeente Waalwijk. Wij hebben geen bewoners en pas afgelopen donderdag heeft de gemeente Waalwijk de eerste melding gehad. En conform afspraken heeft de gemeente Waalwijk de rattenvanger ingeschakeld. De verhalen van Priscilla en Cassade liggen ver uit elkaar. Kennelijk ging er iets niet helemaal goed in de communicatie. Maar gelukkig worden de ratten nu met succes bestreden. Cassade betaalt de rekening. En wij doen dat nog los van wie verantwoordelijk is. Dat doen we ook omdat we een sociale woningcoöperatie zijn. Carlo is nog druk bezig in de tuin. En de dag na ons filmen werden er weer ratten gevangen. We moeten tot de laatste rat eigenlijk even attent blijven. Want als je denkt van we hebben het onder controle en je laat het weg... Hier aan tafel Mari Middelkoop van het
kennis- en adviescentrum Dierplagen. Hartelijk welkom. Dankjewel. Ja, de rattenvanger had de afgelopen week 30 ratten gevangen in schuur en tuin. Dan kan je wel spreken van een rattenplaag, neem ik aan. Ja, in ieder geval. Even opstellen, als ik 30, 35 ratten in mijn tuin ga vangen, dan heb ik een rattenplaag van mijn gevoel. Dat klopt dan ook wel. Dat wil niet zeggen dat er een rattenplaag is in de hele woonwijk. Nee. Dat staat daar los van. Nee, want er zijn dus geen officiële cijfers, zeg, met een onderzoek om in kaart te brengen hoe erg die overlast is door ratten en hoeveel meldingen er zijn. Maar je hoort wel, we zagen ook uit het NTR-programma, dat de laatste jaren die overlast van ratten enorm is toegenomen. Is dat ook het beeld dat jullie hebben? In Nederland is de laatste jaren erg toegenomen. Er zijn verschillende manieren gekomen om te gaan melden. Dat kan onder andere bij het RIVM, dat kan bij het KAD. Dus er zijn wel heel veel, en gemeentes ook, waar je dus de meldingen, maar die zijn niet gezamenlijk. Om te hebben van hoe is het nou in Nederland. Maar het is wel duidelijk te zien dat daar wel wat groei in zit. In, een stijgende lijn. Stijgende lijnen zit, ja. Hoe komt dat nou? Ja, het zijn verschillende factoren natuurlijk. Belangrijk is in ieder geval dat je daar pieken in ziet in de loop der jaren. Dat heeft te maken met toch wel wat, wat zachte winters. Dus de overlevingskans van de rat is wat groter. Daarnaast heb je nog wat andere factoren waar achterstallig onderhoud is met rioleringen. Dat zijn de oude betonnen gresbuizen waar je veel gebreken in ziet. Waardoor zeg maar ratten die leven nou eenmaal in de rioleringen en kunnen dan makkelijk naar buiten komen. Nou ja, wat gedeerteerde wijken. Daarnaast heb je via de crisis dat je kan stellen van het onderhoud. De groenvoorziening schiet wat tekort in diverse wijken. En als je dan al die factoren bij elkaar gaat nemen, dan heb je eigenlijk de juiste. Voor een rattenplaag. Rattenplaag, dat zou je zo kunnen stellen, ja. Nou zijn ze gevaarlijk, hè? Want ze kunnen de ziekte van wel overdragen. We zagen al even die keutels en urine. Maar op wat voor manieren kun je allemaal besmet raken? Ja, in principe in aanraking komen met zou je dus leptospirose, de ziekte, dan is de rat die ziekte van wel veroorzaakt, mee in aanraking kunnen komen. Je ziet wel dat ook daarin het aantal gevallen aan toenemen is. Met name 2014 hebben we dat teruggezien in de aangewezen zwemwater. Zeg maar, dat toch daar een aantal keren wat problemen zijn geweest. Dus in open water moet je ook niet zwemmen? Daar kunnen ook ratten zitten? Ja, goed. Open water, je hebt natuurlijk het aangewezen zwemwater waar dan ook een zwemverbod wordt gegeven. Ja. Maar je ziet dat er nog op verschillende plekken gezwommen wordt waar geen zwemverbod is. En de urinesporen, als je daarmee in aanraking komt, ben je gezond. Nou ja, goed, dan kan je er ook nog wat last van hebben. En er zijn heel veel die dat hebben, die wat last van hebben. Met name, zeg maar, jonge kinderen, mensen die wat wondjes hebben of de gezondheid wat minder is, die zijn er wat vatbaarder voor. Ja, en die lopen gevaar. Dus het is een nare ziekte. Ja. Wie is nou verantwoordelijk voor het bestrijden van die rat? Hè? Want de huurder verwacht eigenlijk de woningbouwvereniging. Of de gemeente lost het op. En de gemeente of de woningbouwvereniging zegt, nou, de huurder. Kijk, de verantwoording ligt in principe bij verschillende partijen. Je kan eigenlijk wel zeggen van het uitgangspunt is, degene die overlast heeft, ja, die heeft eigenlijk de eerste verantwoording. Die constateert het ook zelf. De huurder dus. In dit geval de huurder, maar dat kan ook gewoon een eigenaar zijn. Van het maakt niet zoveel uit. Die is in eerste instantie in principe daar verantwoordelijk voor. En die zal dan moeten gaan kijken van, wat ga ik hier aan doen? Wat is nou eigenlijk de oorzaak van die overlast van die ratten die ik heb. Ja, maar de gemeente, vroeger belde je gewoon de gemeente, die loste dat op. Ja, zeg maar, tot volgens mij 1998 had de overheid ook een eigen afdeling dierplagen. Werd dat gefaciliteerd, maar dat is geprivatiseerd. Dus gemeentes moesten dat allemaal toch wel zelf gaan doen. Er zijn wel veel gemeentes die zeggen van bij elke melding van ongedierte van ratten doen wij gewoon. Ze hebben natuurlijk een stukje zorgplicht in het kader van volksgezondheid. Maar ook andere wetgevingen, bouwbesluit en de woningwet is dat omschreven dat de gemeentes daar toch wel verantwoordelijk voor zijn om dat op te pakken. De kern van de vraag van is die in eerste instantie is die bewoner inderdaad toch wel verantwoordelijk. Alleen wat wel heel belangrijk is dat je moet gaan kijken wat is nou de oorzaak van die rattenplaag bij mij. Ja, ik bedoel, dat zagen we daar ook in het voorbeeld. Wat ik nog even tot slot van u wil weten, wat moet je nou doen als je een rat ziet? In de gaten houden wat er gebeurt. Ik bedoel, op het moment dat ik op een vlonder zit buiten bij het water te kijken en dan zie ik een rat zwemmen, nou ja, prima, helemaal goed, want ratten leven nou maar in je tuin bijvoorbeeld?
ja, als dat één rat is, dan ben ik alert. Dan denk van, oké, wat gebeurt hier? In Nederland leven gewoon ratten. Dat is nou helemaal. Okay. Dat geeft niet direct... in ieder geval aandacht aanhouden van wat gebeurt er nou. En op het moment dat je zegt van, hé, ik ga meer ratten zien, gaat dan een melding doen. En dat zou dan heel mooi zijn als we in Nederland een centraal meldingspunt hebben. Maar waar we z'n allen wat mee gaan doen. Oké, okay, maar dat moet er nog komen. Ja. Ik moet het hierbij laten. Hey, helaas, okay. De tijd is op. Ontzettend bedankt.